Ja, doe maar rustig. Oh, zo, oké. Het past alleen maar Limburgse producten. We hebben een bloemetje, dus dat is voor mensen gewoon om hem naar te kijken. Die zou ik hier nog weten. Dat zit ook bij een kruidenplantje, hij is Margraat van een biologische kruidenkweker. Oh, ja. Die kunnen mensen in recepten gebruiken, maar die kunnen mensen ook gewoon in de tuin. Er zit een flesje avocado in, zonder slagroom, die mogen mensen gewoon wel doen. Ja. Nee. Eén gemaakte avocado? Ja. Zonder toevoegingen. En ja, ik stond erop. Van Limburgse eieren, hè? Hij wilde van alles. Ik zag niet advocaatje Van Limburgse eieren, toch? Ja, van Limburgse eieren. Ja, van Limburg. En een flesje Limburgse appelsap. Ja. Dus vanuit Sam, ik wou heel blij dat ik hier hadden gevonden. We kenden elkaar al lekker. Maar toen ik hier met zijn actie begon, dacht ik bij Sam, ik wil zo graag iets met hem doen. En we doen veel voor de instellingen, hè? Dus mensen in de instellingen en jeugdzorg, maar de mensen thuis zijn heel moeilijk te bereiken. En mijn moeder is zelf lid van de, bestuurslid van de Zonnebloemen in de regio Lucht. Dus ik dacht, moet ik toch proberen iets met de zon. Ik ben heel blij dat jullie genoeg mensen hebben kunnen vinden. Ja, weet je, het is best een oefening, hè? We hebben alleen dus de vrijwilligers die niet in het risicogroep vallen. Ja. Ja, ze hebben een strak schema, ze weten dat ze het straks moeten afleveren. Want op een krukje neerzetten, aanbellen, handschoenen aan. Ja, dus dan bewaren niet bij de mensen die het aan. Ja, Ernst, ga hier even een beetje in. Nee? Huh? Nee? Met een rest mee de nagen? Nee? Als, wat is dat dan? Ja, leg er al wat je wil bereiken. Ja. Dan krijgt meneer er nog twee vandaag. Ja. Van hier.